Goedendag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, maandag 21 februari. Minister Amar Amadin van Volksgezondheid ging in zijn presentatie tijdens de regeringspersconferentie terug naar maart 2020, toen COVID zijn intrede deed in Suriname, toen ook de maatregelen werden aangekondigd. Het sociaal leven van de burger werd beperkt en de vrijheid van de burger werd ontnomen om de besmettingen te voorkomen. Denk maar aan de total lockdowns, het sluiten van bedrijven en scholen en het sluiten van de horeca. In Suriname in maart 2020 COVID-19 zijn intrede gedaan en iedereen kent alle vijf golven. We hebben 77.686 besmette personen gehad en minimaal 1301 personen die zijn bezweken aan de gevolgen van dit verwoestend viraal infectiebeeld of infectieziekte. Er is veel van u gevraagd, er is veel van uw vrijheid ook ontnomen. Uw geduld is op de proef gesteld, het vertrouwen van u is op de proef gesteld. Uw sociaal leven, maar ook uw algemeen leven is op de proef gesteld. En natuurlijk veranderd sedert COVID-19 zijn intrede heeft gedaan als pandemie in de wereld. We zullen vandaag dus een aantal aanpassingen wederom plegen. U weet hoe de regering van Suriname te werk gaat. Als het gaat om aanpassingen, dan zijn we uiteraard afhankelijk van evaluaties van deskundigen, monitoren van deskundigen, door deskundigen van data, COVID-19 informatie, het ziekenhuisbeeld en andere zaken uit de diverse sectoren die bepalend zijn welke maatregelen zijn aangepast ofwel, als u het wil noemen, verscherpt zijn geweest of versoepeld zijn geweest. In ieder geval zijn we vandaag met een aantal belangrijke maatregelen die wij aan u zojuist zullen meedelen. Suriname bevindt zich in de vijfde golf, waar er veel besmettingen waren in een korte tijd. De besmettingen zijn nu veel minder. Dat is ook te merken aan de IC-bedden die nu vrij zijn gekomen, maar ook het aantal ziekenhuisopnames neemt af. Tot nu toe is ongeveer 50% van de bevolking gevaccineerd. Een deel van de mensen dat besmet is geraakt, heeft ook een vorm van immuniteit opgebouwd. Dat zei Dr. Anders Bernardo Panka, lid van het Outbreak Management Team. Afgelopen periode hebben we een daling kunnen waarnemen van het aantal nieuwe besmettingen in ons land. We hebben ook kunnen zien dat het aantal geïnfecteerde mensen weliswaar heel hoog was, maar het aantal ziekenhuisopnamen niet heel hoog was. En dat is op zich een positieve zaak. We zagen ook dat het aantal intensive care bezetting op zich niet verder hoefde worden uitgebreid. En we konden volstaan met het aantal ICU-bedden dat we hadden. En in de afgelopen dagen, weken, hebben we ook een afname van het aantal mensen op de intensive care kunnen zien. En ook in de eerste lijn, informatie vanuit de eerste lijn, zien we dat bij de monitoring door de huisartsen, blijkt dat het Omicron variant op zich een relatief mild beloop had. We hebben in ons land nu zeg maar 50% van onze bevolking gevaccineerd. En een deel heeft afgelopen periode als gevolg van een natuurlijke infectie een vorm van immuniteit kunnen opbouwen. Dat geeft ons de ruimte om nu weer te kijken naar hoe gaan we om met COVID in onze samenleving. Want het is juist goed om te weten dat je COVID op zich nooit wegkrijgt per se. Het zal waarschijnlijk seizoengebonden zijn. En dat je dan ook weet hoe je ermee moet omgaan als samenleving. En je gaat steeds je beleid daarop moeten aanpassen. En we hebben dus de afgelopen periode kunnen zien dat er een sterke daling is eigenlijk van het aantal ernstige zieke personen. En dat er dus, zoals ik eerder noemde, een aantal mensen met een vorm van hetzij via vaccinatie, hetzij via natuurlijke infectie, een zekere immuniteit hebben opgewekt. En dat maakt dat we nu weer kunnen gaan kijken van hoe gaan we om met de COVID-maatregelen. En dat is dan ook in de afgelopen OMT-meeting besproken. En toen hebben we dus ook gezien van, we kunnen nu enkele restricties opheffen, welke de minister waarschijnlijk verder in detail zal bespreken met u. Maar
let wel, het OMT geeft een advies voor een zekere periode. En dat neemt minister vrijwel altijd van ons over, zo'n advies. En voor in de komende periode zullen we kijken bij de uitvoering van de maatregelen die we zullen volgen, als er enige bijsturing moet plaatsvinden of als we op die voet verder kunnen. Regelmatig worden er samples naar Nederland gestuurd om zodoende te kunnen constateren welke variant dominant is. Op basis van de laatste analyses van de samples die verstuurd zijn, is komen vast te staan dat de Delta variant niet meer de dominante variant is, maar de Omicron variant die erg besmettelijk is, maar gelukkig mild. Dat bleek uit de presentatie die de volksgezondheidsminister presenteerde. U ziet hier een overzicht van de sequencing resultaten, de welbekende sequencing resultaten van, welke, van het materiaal is welke wij opsturen regelmatig naar een gespecialiseerd centrum in Nederland, alwaar het materiaal wordt gesequenced. Dus er wordt verder geanalyseerd over welk type, welk variant dan voorkomt. En zoals u kunt zien, en de verschillende kleuren geven de verschillende varianten aan. Rood is dus Delta. Gedurende de periode, eigenlijk vanaf juli, hadden we dus Delta tot zeker de afgelopen maand, waarbij u kunt zien dat overwegend Delta aanwezig was in de tweede helft van 2021. En sinds eind december 2021 en de intrede van Omicron is langzaamaan de verschuiving duidelijk merkbaar van rood naar lichtpaars, dus van Delta naar Omicron. En volgens de laatste resultaten op 17 januari, in de week van 17 januari, zien we eigenlijk dus wel dat er uitsluitend Omicron gevonden is in het materiaal. We kunnen dus eigenlijk gevoeglijk aannemen dat Omicron de overheersende variant is in Suriname. En als je het wilt bekijken vanuit de sequencingsresultaten, dan zeg je Delta is bijna niet meer te zien. De volgende slide. Hier ziet u de vijf golven, de vijf COVID-golven in Suriname, waarbij het op dit moment duidelijk merkbaar is dat wij in de dalende poot zitten van de vijfde golf. Ik wil wel even wijzen op een aantal aspecten hier. U ziet dat elke golf, met name vanaf de derde golf, de aantallen in besmettingen steeds meer werden. Dus elke golf werd steeds groter. Wat ook merkbaar is, is dat er een typisch verschil is met de laatste golf, de golf waarin we nu zitten. Dat is de Omicron golf, waarbij de breedte van de golf geeft eigenlijk de duur aan van besmettingen. Hoe lang een golf geduurd heeft voordat wij eruit zijn gekomen. En u ziet duidelijk dat de derde en de vierde golf veel breder zijn dan de laatste golf. En dat is ook typisch karakteristiek voor Omicron, waarbij hij heel besmettelijk is. Heel veel gevallen, heel veel cases worden gemaakt, maar ook heel snel terugloopt. En uiteraard zal ook natuurlijk rekening gehouden moeten worden met onze vaccinatiestatus tijdens de golven. Dus even zo kijken naar de volgende slide. En dat ziet u dus ook hier. U hebt net gezien bij de derde en de vierde golf dat die heel lang duurde. En u zag dat de vijfde golf heel hoog was. Het typisch te zien is dat de derde en de vierde golf eigenlijk de hofleveranciers zijn. De grootste, de golven geweest waar de meeste personen zijn overleden. En in deze grafiek ziet u eigenlijk dat duidelijk. En ondanks het aantal welke in de vijfde golf van besmettingen vele malen hoger was dan de derde en de vierde golf, denk ik, zien we toch een minder aantal personen welke is komen te overlijden in de vijfde golf. En daar zal zeker een belangrijke bijdrage is natuurlijk de natuurlijke immuniteit, maar ook de verworven in de kunstmatige immuniteit zoals vaccinaties, waarbij veel grotere delen van de samenleving tijdens de vijfde golf gevaccineerd waren. Maar u ziet ook dat Omicron veel milder verloopt en eigenlijk het aantal sterften tijdens de vijfde golf ook veel minder was. We zien hier een belangrijke
een overzicht dan van overledens naar leeftijdsgroep vanaf 2020. En u ziet eigenlijk dat er een langzame verschuiving heeft plaatsgevonden, of althans een shift heeft plaatsgevonden. Als u kijkt naar de leeftijdsgroepen, dan zien we in 2020 dat met name in kwartaal 2 de 40 personen tussen 40 en 65 jaar de grootste, daar zaten de meeste mensen die zijn te komen te overlijden. En zo langzaamaan ziet u dat ook als u kijkt naar kwartaal 1 2022 bij Omicron, ziet u dat de shift heeft plaatsgevonden naar met name de 65-plussers. En hiermee willen we aangeven dat met name bij Omicron het meer kwetsbare personen zijn, dus ook op leeftijd. En dat zal ook bepalend zijn, zo meteen wanneer we gaan uitleggen over onze vaccinatiestrategie, waar we op moeten gaan focussen, omdat zoals u weet, vaccineren een enorme dekking en bescherming geeft aan vooral de kwetsbare groepen. En ik denk dat met dit overzicht wij getracht hebben om aan te geven dat wij merken dat langzaamaan de shift toch te zien is bij COVID-19, met name bij Omicron, dat het vooral de 65-plussers zijn die komen te overlijden. Voor wat de COVID-19-pandemie in Suriname betreft, is besloten code paars, beheersing van verspreiding niet mogelijk, terug te brengen tot code oranje, sporadische casussen. De aanpassingen zijn gepleegd na overleg met het outbreak management team. Ook code zwart voor de ziekenhuizen is komen te vervallen. We hebben vanuit het OMT analyses gezien. We hebben het advies gekregen als regering dat we uit de vijfde golf komen en dat in ieder geval gezien de ontwikkelingen, ook met betrekking tot het virus en uiteraard ook de op dit moment dat er geen indicaties zijn dat een variant of concern zich aan het ontwikkelen is. En andere overwegingen is duidelijk om vast te staan dat de epidemiologische kleurencode en de code van het land, welke op dit moment paars is, dat betekent dat er een onbeheersbare situatie is voor wat betreft de epidemie, dat die teruggebracht kan worden naar een veel mildere kleur, een veel mildere situatie, en dat is de kleur, de code oranje. Dat zal dus ook vanaf morgen gelden, dat de kleurencode paars voor wat betreft de epidemiologische situatie teruggebracht wordt naar en bijgesteld wordt naar de kleurencode oranje. Hetgeen natuurlijk nog steeds betekent dat er een ernstige dreiging vormt voor escalatie van de situatie als de randvoorwaarden en de situatie niet goed in de gaten gehouden wordt. En daarop moeten wij dus vooral gaan focussen. U weet ook dat wij op een gegeven moment tijdens de derde golf, als het goed is, in de ziekenhuizen ook de code zwart hebben uitgeroepen. Dit vanwege de ernstige druk op de zorg. Vanwege het feit dat heel veel reguliere zaken niet meer mogelijk was vanwege heel veel opnames. De drukke IC's en de afdelingen waar mensen werden behandeld voor COVID-19 en opgenomen. In overleg met de ziekenhuizen zijn we ook afgestapt van de kleurencode zwart. En gisteren is tijdens de persconferentie bekendgemaakt dat na bijkans 2 jaar de avondklok is opgeheven en dat met ingang van vandaag. Volgens minister Ramadine heeft het in stand houden van de lockdown nu geen zin, omdat het uitgaansverbod geen additionele bijdrage levert aan de huidige golf. U weet dat de lockdown zoals dat bekend is, avondklok, of vele mensen zeggen het uitgaansverbod, vaker is gebruikt door het ministerie van Volksgezondheid als een belangrijke tool om de bewegingen in de samenleving te minimaliseren, om het socializen te minimaliseren en daarmee dus ook de besmettingen te verminderen. Het heeft vaak gewerkt, maar op dit moment kunnen wij stellen, met de onderbouwing natuurlijk, dat het in stand houden van het uitgaansverbod geen additionele bijdrage levert aan de huidige ontwikkelingen binnen COVID-19, binnen de vijfde golf. Per 21 februari, dus maandag, is het uitgaansverbod vooralsnog opgeheven.
Het samenscholingsverbod is gebracht van 10 naar 50 personen. De minister benadrukte dat feesten verboden blijven en dat onder meer dancings nog steeds niet open mogen. Dus ga er niet vanuit dat er geen lockdown meer is, dus kan ik uitbundig gaan feesten. Nee, we moeten alert blijven. Laten we goed gebruik maken van de verlichtende maatregelen en voorkomen dat we ooit weer te kampen krijgen met zo'n pandemie. We zijn aan het eind gekomen van het COVID-19-journaal. Ik wens u een fijne dag verder en blijft u ten alle tijde veilig. Ik ben Amit Binda en het was een waar genoegen om het COVID-19-journaal aan u te mogen presenteren. Dag!